het Antwerpse Kattendijkdok is de badboot onder grote belangstelling officieel ingehuldigd. Burgemeester Patrick Janssens knoopte zijn burgemeesterslint rond de jonge knaap om samen met hem de badboot te dopen. Maar de champagnefles wou niet stuk en toen die na 4 gooibeurten nog niet brak, sloeg de burgemeester de kurk eraf. Waardoor niet alleen de boot, maar ook enkele mensen gedoopt werden. Tegelijkertijd het startschot voor zo'n 70 kinderen van Kindervreugd en van Speelpleinen Koraal om de badboot van Antwerpen voor de eerste keer in te zwemmen. Maar is die badboot wel van Antwerpen? We vragen aan de burgemeester of hij weet waar een deel van de eigenaars ervan wonen. Dat kan niet anders dan in Borgerhuizen als jij het mij komt vragen. Ook even controleren bij Schepen voor Stadsontwikkeling Ludo van Kampenhout. Weet u in welk district ze wonen? Als u de vraag stelt, dan ga ik ervan uit dat hij in Borgerhout is. Wist u dat? Nee. Dus deze boot is eigenlijk van Borgerhout? Voilà, Borgerhout heeft er na de reus van de Outgames weer een nieuwe reus bij. Zou Schepen voor Cultuur Philip Heiland het weten? Ik weet niet juist, ik kom ze altijd tegen in het district Antwerpen, maar als u mij de vraag stelt, zijn ze waarschijnlijk van Borgerhout. Deze badboot is dus eigenlijk een Borgerhoutse badboot. Oh, maar dat is fantastisch, vooral in een jaar dat Borgerhout zijn 175 jaar gaat vieren, is het zoveelste bewijs van hoe Borgerhout zijn ambassadeurs uitsteekt over heel de wereld en in het bijzonder hier op de Schelde. Voor Schepen Gullig Turan speelt het allemaal weinig rol, want zij denkt vooral aan de toekomst. Weet u waar de eigenaars van deze boot afkomstig zijn? Ik weet zeker waar dat in toekomst ligt. En dat ligt hier in Antwerpen. De zaakvoerder van de badboot bevestigt de Borgerhoutse roots ervan, maar nuanceert. De meeste mensen komen uit het Antwerpse en ook Borgerhout. Uit Borgerhout, is dit dan een Borgerhoutse badboot? Helemaal niet. Dit is een Antwerpse badboot, een Vlaamse badboot en een internationale badboot. Het is een Antwerpse boot en niet iedereen in Borgerhout zal dat misschien graag horen, maar Borgerhout is een onderdeel van Antwerpen. Dus uiteraard is die boot ook een stuk van Borgerhout. Wat er ook van zij, de grootste badboot ter wereld ligt in Antwerpen en zal aan velen nog heel wat waterplezier bezorgen.